luistert vandaag met de grootste aandacht. Het is geen gewone aardrijkskundeles. Een hun onbekende leraar vertelt over de jeugd van zijn geboorteland Suriname om hiervoor belangstelling te wekken bij de Nederlandse schoolkinderen. Meneer Tolut is deze actie heel alleen begonnen. Zijn eerste opzet is een inzameling van lectuur voor Suriname, waar Nederlandse boeken niet zo gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Direct na schooltijd kijken de kinderen samen met moeder de boekenkast eens na. Er zijn altijd wel boeken die gemist kunnen worden, maar die Surinaamse kinderen in staat kunnen stellen iets meer van het Nederlandse leven te begrijpen. Want wederzijds begrip is de basis voor vriendschap. En vriendschap is de beste grondslag voor samenwerking. Deze boekenactie is maar een eerste stap. Als het ideaal van meneer Tolut geheel verwezenlijk wordt, zullen geregeld brieven en op de duur zelfs kinderen tussen Nederland en Suriname worden uitgewisseld. Het is een ideaal waarvoor schoolbesturen en kinderen terecht warm zijn gelopen.